is nu 11:03. Passaggio Late Night. De Hollands Nieuwe van deze week is getiteld The Ernen Recital 1996 van Marietta Petkova. Het eerste concert dat ze uitbracht op cd, live, zoals ze dat altijd is blijven doen. 25 jaar geleden gebeurde dit in een kerkje in een prachtig Zwitsers bergdorpje Ernen. De thuisbasis van haar leermeester Georgi Sebok. 17 juli 1996, schitterend recital. Mozart, Rachmaninoff hebben we gehad. En dan komen Schubert tegen. 3 impromptus. En voor Marietta was het de omgang met die impromptus een soort voorstudie voor de grote sonates van het einde van het leven van Schubert. Nou, ze zei eerder al dat je als pianist en componist geen geheimen moet hebben voor elkaar. Luister naar de intimiteit van deze noten aan het begin van de eerste impromptu in C klein. De eerste impromptu van Schubert in C klein, gespeeld door Marietta Petkova. Nadenkend. Alsof je zoekt naar woorden. Zoekend naar woorden, ja. Het hoort ook bij mij. Ik vind woorden lastig. Uitdagend. Ja. Want ja, de pianissimo's, de tekens, de dynamiek in de partituur vertelt iets, maar lang niet alles. En daarin is de nuance ook heel belangrijk. Je zegt zoekend, ja, een pianissimo kan heel zelfvertrouwd overkomen, gloedvol, maar ook aarzelend zijn, alsof die twijfelt, zal ik blijven, zal ik weggaan? Nou ja, ik denk dat je dat inhoort. Ja, en spreken lijkt erop soms. We hebben vaak niet de juiste, of niet alle juiste woorden om iets uit te drukken. Onze gedachten zijn rijker. Onze beleving is rijker dan onze vocabulaire. En de muziek komt ons dan hierin helpen, denk ik. Duidelijk hoe dat hij, ondanks de kwetsbaarheid, de angst, het verlangen naar het geluk die nooit was, met open ogen naar de dood kon kijken. En dat wist hij. En in een van zijn brieven vertelt hij dat, ja, de dood, alsof dat het ergste is wat mij kan overkomen. En dat hoor je hier ook een beetje. De eerste is dus eigenlijk niet. Nee. Het is niet het ergste. Het is niet het ergste. Nee. Nee. En dat hoor je in de mazur
fragmenten, ook in de antwoord, in de orkestrale momenten, die tegenstellingen ook. Maar telkens terug tot dat innerlijke dans. Ja, dat is voor mij de beste bevestiging van, ja, het is niet het ergste. En hij had dat geweten. En toch was hij zo zoekend. Hij was zo zoekend. Maar ja, het geluk was elders, niet daar waar hij was. Maar daarom is de muziek voor ons nu zo belangrijk. Zijn muziek. Thank you.
Het is de diep ontroerende impromptu in C klein door Mariette Petkova live in Ernen, 17 juli 1996, te vinden op haar debuutalbum, de Ernen Recital 1996, dat nu opnieuw is uitgebracht en daarom Hollandse Nieuwe bij Vanilia. Alleen te bekomen op haar eigen website. Morgen horen we haar interpretatie van Bartok, toen, 25 jaar geleden.